ik bedoel Monte Carlo, New York, Excalibur en het Luxor daarnaast. Die piramide, die we gaan daar binnen gaan, dat atrium is zo groot dat men daar 9 Boeings 747 op kan zetten en u heeft nog plaats om te picknicken. Zo kunnen 9 Boeings 747 op elkaar stapelen. Dus u kunt zich wel aan het een of ander al verwachten. Zo, Luxor, we lopen door naar het Excalibur. Excalibur, we lopen door naar het New York. We gaan door het New York, we gaan langs het MGM en dan gaan we zo, daar is het Tropicana aan de andere kant. Ziet u dat we daar wat verder uitstappen? Dus u mag dit uiteraard fotograferen als u binnen bent aan recepties en zo, dan mag je ook fotograferen, alleen de casino's niet. Oké, we stappen hier in het Aladdin Hotel. Dat was vroeger geen casino. Dat was gewoon een hotel. Het is een beetje ouder, want nu gaan we aan de oude hotels komen van 1963. Hij kocht Flamingo voor $13 miljoen en die heeft daar een hotelschool van gemaakt. Dus het Bally's werd gebouwd in 1973 voor $120 miljoen en dat werd dus verkocht ongeveer 10 jaar later voor $550 miljoen. Hier aan de linkerkant.